snel gefixt geven Joeri en Dries elke week enkele geheime prijs die je huishouden in het dagelijkse leven net iets makkelijker maken. We gaan vandaag eens creatief aan de slag met onze diepvries. Iedereen heeft zo'n ding in huis, maar eigenlijk kan je daar veel leukere dingen mee doen dan dat we daar eigenlijk de ganse dagen mee doen. Zo gaan we voor onze aperitief van straks alles creatief aan de slag met ijsblokjes. Iedereen drinkt tegenwoordig al graag eens een gin tonic, maar een gewoon longdrinkglas met roost rietje, dat is al lang niet meer voldoende. Als je ijsblokjes invriest en daar vooraf een aantal, als je die vooraf pimpt met munt, met rozemarijn, peperbolletjes of rode besjes, dan krijg je eigenlijk een heel kleurige en lekkere gin tonic. Terwijl we dat gaan doen, ga ik ondertussen al een paar drijven in de diepvries steken. Waarom gaan we dat doen? Misschien drinkt er wel iemand liever een glas witte wijn dan een gin tonic. En als die persoon traag drinkt of de wijn stond niet zo heel fris, dan kunnen we er een vervroren druif in doen in plaats van een ijsblokje. Ijsblokjes gaan smelten, water bij de wijn zoals dat ze zeggen. Terwijl een druif door het velletje er rond blijft het sap mooi binnen, maar gaat toch de wijn goed afkoelen. Dus ik ga een stuk of 5 druifjes al in de diepvries steken. Dus we hebben wat ijsblokvormpjes gevuld met water. En nu kunnen we daar eigenlijk, zo zot of dat we maar kunnen, gaan pimpen met extra ingrediënten. Je kunt daar peperbolletjes bij doen, zoals dat we gaan doen. We gaan ook rode besjes invriezen. We kunnen muntblaadjes invriezen. We kunnen er basilicum gaan bij doen. Je kan rozemarijn gaan toevoegen. Doe maar eens wat. En een uurtje of 2 in diepvries binnen. En we zijn klaar voor ons aperitief. De druiven gaan we al hierin doen voor de witte wijn. Nu, en ons ijs is ook goed gelukt. Dus dat is een hele leuke om te serveren. Bijvoorbeeld hier met jeneverbesjes. Voilà, zo zie je als je je alcohol rechtstreeks op je ijs giet, dat je ijsblokjes al beginnen te smelten. En nu heb ik al een glas vol met jeneverbesjes. Cool. We hebben nog een diepvriestip voor mensen die vaak lang onderweg zijn. Als je vaak lang onderweg bent, dan heb je graag koud water bij je. Als je een flesje vult met water, tot als het water net tot onder de opening komt, als je het plat legt, dan kan je je flesje zo invriezen. Als je het zo in de diepvriezer stopt en je vult het aan met vers water, dan heb je eigenlijk urenlang koud water. Het ijs zal eerst het water dat je toegevoegd hebt afkoelen. En als je ijs nadien gesmolten is, dan heb je nog langer fris water. Iedereen maakt wel eens verse soep of krijgt wel eens een grote kom soep van de mimi of de mama. Nu, als ze soep over hebben en we willen die gaan invriezen, doen we dat meestal in plastic potten. Dat pakt heel veel plaats en dat is heel moeilijk stapelbaar. Dus wij hebben een trucje gevonden met herslijtbare diepvrieszakjes. Dus met zo'n slijtsysteempje aan. Zo kunnen die plat gaan leggen in de diepvries en kan je ze heel makkelijk stapelen. Zien dat de lucht er ongeveer allemaal wat uit is. Dan gaan we die sluiten. Voilà, dat pakt heel weinig plaats en dat is heel makkelijk om verschillende zakjes op elkaar te stapelen.